Unisex Bierum in de Molen, waar vandaag de dag van de duurzaamheid is met bedrijf Messonides. Hoe is uw naam? Mijn naam is Niels Messonides. Wat heeft u hier al staan? Wat wij hier staan hebben, wat wij hier willen laten zien is zonnepanelen. Een warmtepompopstelling, een luchtwater warmtepomp. Ja, en daarnaast allemaal toebehoren die daarbij horen. He, zoals een hybride warmtepomp, zonnecollectoren en andere duurzame technieken. Vertel eens wat over die waterpomp. Hoe werkt dat? Nou, we hebben hier een luchtwater warmtepomp geïnstalleerd. De luchtwater warmtepomp die staat op het dak. He, die is aangesloten op de vloerverwarming van de molen. Met als idee dat de molen gewoon een soort basistemperatuur kan houden. He, waardoor de molen eigenlijk van het gas af is en zelfvoorzienend. He, de zonnepanelen op het dak zorgen voor de elektriciteit, dus van de aandrijving van de warmtepomp. En daardoor is eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de molen, de oude molen uit 1800, dus van het gas af is en een voorbeeldfunctie vertoont voor de rest van Nederland. Is dat ook populair voor in een huis? Het is momenteel helemaal doordat de overheid stimuleert van het gas af te gaan, is dat natuurlijk ook een optie voor in het huis. Wel even een kanttekening bij is dat iedere woning of iedere situatie eigenlijk een stukje maatwerk is en ook steeds weer andere oplossingen dan beter tot hun recht komen. Dus vandaar dat het altijd wel verstandig is om een specialist erbij te zoeken die voor u het juiste systeem kan bedenken of kan plaatsen. Is die duur in aanschaf, die waterpomp? Duur in aanschaf is altijd een lastige vraag. Hè? Want natuurlijk, het is een investering. Het verdient zich uiteindelijk zelf terug. Ja, en de prijs is altijd toch wel situatieafhankelijk. Afhankelijk van het vermogen, afhankelijk van de arbeid die je erin moet steken. Dus om nou te zeggen dat het eenduidige prijs te geven is altijd lastig. Maar het is inderdaad, het is een investering. Het verdient zichzelf terug. Het verdient zich uiteindelijk zelf terug. Dus ik praat altijd liever over mogelijkheden dan in de nadelen. Die zonnepanelen, hoeveel leveren die op? Hoeveel leveren de zonnepanelen op? Ja, dat is ook weer erg afhankelijk van het type. En ook de maat en de afmeting. Gemiddeld, als je een vuistregel hebt, levert een zonnepaneel onder de goede hoek, goede oriëntatie, ongeveer 250, 300 kilowattuur per jaar op. En hoeveel heb je nodig in een woonhuis voor 4 personen? Gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500 kilowatt per jaar. Dus als je dat dan deelt door het aantal panelen, dan kom je vaak tussen de 10 en 12 panelen. Wat je nodig bent om als gezin eigenlijk je elektriciteitsverbruik te dekken. En hoe zit het met terugleveren? Ja, op dit moment mag je gewoon salderen. Dus dat is op zich één op één met elkaar verrekenen. Dus dat je de energie die je teruglevert, mag je op een ander moment mag je dat weer tegen dezelfde prijs inkopen. Ja, die regeling is tot 2023 volgens mij is die gegarandeerd. En wat er daarna nog gaat gebeuren, dat is op dit moment nog helemaal niet bekend. Ja, en dat wordt een politieke keuze of beslissing. Er zal waarschijnlijk iets van een terugleversubsidie of zo in het leven worden geroepen. Het zijn goede initiatieven en ik denk wel dat Friesland is wel... denk ik, wij zijn wel in het noorden wel een partij van niet te veel praten, maar gewoon aanpakken. Dus in die zin denk ik dat we wel snel voorop zullen lopen. Ja.